Goedenavond. Welkom allemaal. Leuk dat jullie wederom besteld hebben bij ons. En aan mij de eer om weer twee prachtige wijnen voor jullie uit te leggen. Dit keer niet in ons restaurant, maar beneden in onze prachtige wijnkelder dat ik de wijnen uit mag leggen. De wijn bij het voorgerecht die ik uitgekozen heb, is van het huis Doornberg. En Doornberg die heeft zijn wijngade in Oostenrijk, in Falkenstein. En dat ligt eigenlijk tegen Nieder-Oostenrijk aan, rechtsbovenin Oostenrijk. De meest aangeplante witte druif hebben ze gebruikt, de Grüner Veltliner. Het heeft prachtige smaken van citrus en Granny Smith appel. Veel frisheid, veel mineraliteit, maar ook hele mooie groene specerijen in de finish. Heerlijk bij het voorgerecht. De wijn die ik uitgezocht heb bij het hoofdgerecht, dat is de Appassimento. Appassimento verwijst eigenlijk naar de methode waarop deze wijn gemaakt is. Wellicht heb je het ooit gezien in Italië. Je vindt daar wel eens ooit van die rieten matten met druiven daarop. En dat indrogen van die druiven, waardoor je het vocht onttrekt door de zon. Maar daardoor krijg je dus ook een wat hoger concentraat in die wijn. En dat wordt dus appassimento genoemd. In dit geval hebben ze daar speciale kratten voor gebruikt. Waar ze dus na de pluk die druiven inleggen. Door het zon onttrek je het vocht uit die druif en krijg je dus een hoger concentraat. Dus een hele mooie, volle wijn voor jullie. Dit is een wijn gemaakt van Corvina, Corvina Veronese en ook de Rondinella druif. Dat zijn eigenlijk ook de druiven die in een Valpolicella gebruikt worden. Het heeft echt dat rode fruit, dat kersenfruit, maar ook iets van bessenfruit. En in de finish heeft het nog redelijk wel wat tannines, redelijk wat zuren, maar ook een mooie kruidigheid. Heerlijk bij het hoofdgerecht. Geniet ervan!